We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Gaat echt helemaal nergens over. Jongens, ze gaan helemaal los. Hebben jullie dit wel eens geprobeerd? Ik niet. Davy is helemaal aan het uitvaren en die van mij loopt er al van door. Nog niet eens de tijd gehad om een intro op te nemen, dus ja, dit is echt genieten, jongens. Oh. Ik had een hoop verwacht gisteren, maar dit was wel het laatste wat ik had verwacht, zo snel. Zo, jongens, nou, dit is toch wel erg lekker, hoor. Davy is echt net terug met de boot. Alleen, het volgende probleem is nu dat hij over twee van Davy's lijn alleen is. Zo, jongens, een hele goede morgen. Dit is toch wel heel erg lekker wakker worden, hoor. Eerste vis van de sessie. We zijn gisteren aangekomen, hebben toen besloten om niet te gaan vissen. We hebben wel gevoerd en alle hengels al helemaal klaargelegd. En nou ja, zo zie je, ze lagen al klaar om te azen. Klein handje eromheen, waftertje. En ja, het eerste succes is hier ook van deze Frankrijk trip. Het is iets anders gelopen dan gepland. Daarover later meer, maar dit is alvast een heerlijke ochtend om lekker mee te beginnen. En zoals je ziet, hij is nog een beetje wild. Oh, lekker! Ik ga al laten zwemmen, jongens. Dat is die engel die koek oppakt. Hoe gaat het, Dave? Lekker, Bas. Heb je die vis al teruggezet? Nee, die zit al in het net. Lekker beginnetje van de ochtend, Bas. Dat dacht ik ook. Koffie zal wel koud zijn. Dat weet ik wel zeker, ja. Allemaal voor een goed doel. Ja, dan dachten we van, nou, dan beginnen we de sessie, hè? Goed voorbereid, varen we de hengels uit, alles staat klaar. Gaan we daarna heerlijk filmen en een mooie video maken, maar ja. Niks bleek minder waar. Toch anders gelopen dan gedacht, dan gehoopt. Ik zal die vissen weer terugzetten die ik had. Mooi spiegeltje. Ja? Volgens mij dan. In het bakje, Bas. Hoppa. Lekker, maat. Lekker. Zoals Bas juist al vertelde, zijn we eigenlijk net pas een uurtje aan het vissen. Gisteren toen we aangekomen zijn, hebben we de stekker wat aangevoerd en vanochtend begonnen. Ik was met mijn derde hengel bezig, toen kreeg Bas al een run. En ja, toen we bezig waren met het filmen van die vis, toen ging de andere hengel er vandoor. Dus het is eventjes chaos. We hebben nog geen koffie op. Nee, koffie, koffie zal nu wel koud zijn. Maar dan mag de pret niet drukken. We gaan deze terugzetten, hengeltjes weer uitvaren en hopelijk dan even een bakje koffie doen, want daar ben ik wel aan toe nu. Dan maken we even een updateje hoe het ervoor staat, wat het hele idee is om deze te doen. Zo is het. Kijk, dat zo. Wel geteld. Eén slok van mijn koffie gehad. Dit gaat helemaal nergens over, jongens. Maar zo zie je wel weer eigenlijk, zonder dat we de techniek nog echt hebben uitgelegd, dat het wel weer van essentieel belang is dat die vissen lekker met vertrouwen aan het aanzen zijn. En vanmorgen de hengels erheen gevaren, standje 1 van de elektromotor, dieptemeter niet aangezet om zo min mogelijk te verstoren en één handje voer erop gegooid.
En nou, zoals hier, het, we hebben er nu 3 in een uur. Nou, ik heb hem nog niet binnen, maar goed, we gaan ervan uit dat hij gewoon weer binnenkomt. Knijterharde fluit, dus dat is wel lekker. Dus ja, we gaan kijken wat er aan hangt aan het eind van de lijn. En ja, dat is toch wel een goede manier om de sessie te beginnen, jongens. Hoeveel gaan we er vangen deze week, denk je? Als we er in een uur 3 vangen? Een week. We hebben nog 3 nachtjes, dus... Kijk, dit is de derde. In 1,5 uur. S'nachts niet vissen. Lekker slapen. Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat het wel een part of de tactiek gaat worden. Dat zullen we zeggen. Ik hou het netjes 15. Per dag. Jongens, nummertje 3. 1 slokje van mijn koffie gehad. Ja, weer een fantastisch spiegeltje. Het is nog niet het gewenste formaat waarvoor we normaal naar Frankrijk toe rijden. We weten wel dat er op dit water een gigantisch bestand zit. En ja, zo zie je maar weer de tactiek die we van tevoren hadden uitgestippeld. Komt als een droom uit. Dus we gaan deze weer snel terugzetten. Hengeltjes weer scherp inleggen. En dan, ja, dan gaan we er nog een paar uit hengelen vandaag, jongens. In ieder geval, dat hoop ik. Het ziet er goed uit, dus let's go. Nou jongens, het gaat echt helemaal nergens over. Ik heb ze echt net inleggen en hij gaat gewoon alweer. Dus vis ging echt knijterhard naar links toe. En nog steeds, dat doen ze eigenlijk allemaal. Ik vang ze echt helemaal in het midden op een mooi teluut. 1,2 meter diepte. En ja, die hengel legt, nou, ik denk 5-6 minuten in. Ik maak net wat shotjes dat Davy zijn laatste hengel uitvaart en hij knalt er gewoon weer vandoor. Voelt was een iets betere vis. In ieder geval, hij drilt op afstand al wat sterker. Dus het is wel echt heerlijk. Ik wist ook met een onderlijn dat ik de haak alleen hoef te vervangen. We wisten al wat ik al zei, dat er hier een redelijk groot bestand op zit. Dus dan hopen we daarmee ook snel te kunnen vissen, zeg maar. Zodat je echt pop-op, haak, nieuwe haakje erop, haakaas. Zorg dat je alles klaar hebt. En dat je dan snel kan handelen als het nodig is. En ja. Ja, ik ga hem even binnenhalen, want Davy zit nog in de boot. Net onder de elektromotor doorgezwommen. Dus gelukkig kon ik hem nog op tijd attenderen tot mijn vis eraan kwam koersen. Die had geen schrik van de boot in ieder geval. Dus goed, ik ga hem even binnenhalen, jongens. Hopelijk. En dan zie je hem zo. Zo, Davy. Ja, dit zijn ze, Bassie. Ja, ik heb me even aangeslagen voor je. Ja, ik moest filmen natuurlijk. Ja. Je had die camera al in je handen, dus... Nou ja. Ah, ja, we zijn een team, Bas. Een team, één taak. Team trekken Benelux. Dat bedoel ik. Hoppa. Is het wat, denk je? Dit is een bak. Is het een bak? Als het een bak is, dan moet ik je wel helaas in elkaar slaan, hè. Het is op mijn hengels. Je weet dat het me een beetje pijn doet. Ja. En je zit net alweer te schelden op mijn molens. Koffiemolens. Nee, daar was ik. Ja, een bakje koffie zou wel lekker wezen, maar. Ja, daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Ik heb al 2 keer koude koffie gehad. Ja, lekker hè. Nou ja, beter dit dan? Blijken. Ja. Dat bedoel ik. Dat is de keuken. Zo jongens, nou zitten we dan. Ja. Deze trip hadden we eigenlijk echt wel eerlijk anders ingepland dan wat we nu aan het doen zijn. Ja. We waren hier met één doel, en dat is? Onderwatervideo opnemen. Maar ja,
Dat vonden wij ja, super vet om te doen. We hebben natuurlijk de nieuwe Signet N-Tech al eens. We dachten, ja, wat is een betere manier om jullie te overtuigen dat het heel goed spul is. Van te laten zien hoe het onder water werkt. En ook gewoon te leren van ja, alles wat er onder water zich afspeelt. Maar helaas hebben ze, waar wij nu op zitten, dit mooie spul. Het is opgedroogd wier. Ja. Dus een maandje geleden hebben ze hier ook met een soort wierharken al het wier eruit gehaald. En daardoor is de bodem veel zachter geworden op de meeste plekken waar het wier staat. En woelt die karper dus eigenlijk alles om. En daardoor hebben we dus eigenlijk te slecht zicht met de onderwatercamera. Ja. Op dit water zit een heel goed bestand. Groot bestand. Voornamelijk wat kleinere vissen. Ja. Maar ja, wat het doel nu is een beetje van deze video, is te laten zien van hoe je nou zo'n water aanpakt. Dat hebben we gisteren ook al gedaan van oké, dat de onderwatercamera deed het niet. Toen dachten wij van nou, wat gaan we doen? Schakelen en dan gaan we volvoeren. Ja. En we hebben toen besloten om niet te gaan vissen en pas de volgende ochtend te gaan vissen. En dat heeft eigenlijk wel zijn vrucht afgeworpen ook. Ja, zeker weten. Dat is, ik vis niet veel op betaalwater. Dit is dan een betaalwater, 16 hectare, ja. Metertje of twee diep max. En ja, je ziet toch wel vaak dat het gewoon een goede truc is om gewoon de lijnen eruit te laten. We zagen hier echt een belachelijke hoeveelheid vis liggen. Ja, dat was echt absurd. Echt ja, zoveel heb ik nog nooit gezien bij nee, elkaar. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Nee. Dus wij dachten al gelijk, van, dit is bingo. Dan moet je eigenlijk even op je handen blijven zitten van, ja, om niet je hengels in te gooien. Dat is lastig. Ja, het is lastig. Maar ja, goed, ja. Ik heb er een hele grote bak voer in gegooid. Ik 15 kilo bijna. Ja. Verspreid over drie hengels. En je ziet het resultaat. Het was inleggen, vooral mijn linker hengel. Dus, ik heb hem ook nog niet uitgevaren, omdat anders gewoon niet eens even knap de video kunnen starten. Dus, en wat ik ook al zei, van ja, we gaan toch nog door op die rigs om te kijken van ja, wat werkt goed. We weten nu eigenlijk al redelijk goed wat werkt. Ja. We hebben met één hengel waar we de meeste aanbeten krijgen, vissen met een wafter en met een slip D. Wat ik ook al zei net, onder het drillen is dat je de haak heel snel kan verwisselen. En dat je dan, ja, als je dan eenmaal op de vis zit, dat je snel kan door blijven gaan zonder dat je elke keer onderlijn hoeft te knopen. Ja. Dus dit hebben we eigenlijk wel uitgespeeld, dit trucje. Ja, dit ik ga nu compleet andere onderlijnen eraan doen. Ik vis eigenlijk ook met drie verschillende onderlijnen. Maar dit werkt het best. En dan zou je denken, daar blijf je op doorgaan. Maar dat zou eigenlijk te makkelijk zijn. Ja, ja, zeker. Dus ik heb er eentje op de Hinstifrig Ronnie en op de Slip D leggen. Die Slip D gaat er nu van af. En ik ga nu weer twee hengels met compleet fluwe carbon vissen. Dus een hele stijve onderlijn eigenlijk. Waarvan je eigenlijk ja, bang bent dat die niet benaderbaar is van verschillende kanten. Maar we gaan toch kijken hoe de inhaking daarvan is. En ja, of dat nog steeds zoveel runs oplevert als dat het nu doet. Ja. Ik weet niet of jij nog wat gaat veranderen? Ja, ik ga sowieso. Ik vis er eentje met de combi leg en twee met Ronnie en die ga ik ook veranderen. Ik ben nog niet helemaal uit wat ik ga doen, maar ik ga wel iets proberen in ieder geval. Dus ja, op zo'n water is dat toch wel makkelijker om te gaan doen. Om, ja, je kan je makkelijk testen. Ja, als je gewoon veel vangt, dan is het niet, ja, noem je dat. Dus we hebben niet echt een doelstelling van een hele grote vis hier. Grootste is hier al 4, 25 kilo. Dat is natuurlijk fenomenaal groot. Mooi. Maar we weten ook dat er ruim 1000 karpers op zitten. Ja, dus het is een beetje een speld in een hooiberg, nou, wierberg. Wierberg, ja. Dus ik ga nu allebei mijn hengels binnendraaien. Ja. Want het is ook wel grappig eigenlijk. Die hengels, ik leg op een taluutje van 1,2 meter. En eentje legt de voormarker en eentje legt er, nou, hemelsbreed, nog geen 10 meter naast. Die hengel doet niks. Nee. Alles komt van één onderlijn. En een ja, Ronnie Rig, ik heb er honderden karpers bijna mee gevangen. Maar hij doet het hier niet. Nee, ja, bij mij ook niet. Nee. Dus ja, er moet gewoon wat veranderingen komen. Want we willen allebei de hengels lopen. Hengels er opnieuw in gooien. Ja, en dan gaan we gewoon, ja, gewoon knijterveel runs krijgen. En hopelijk leren van de aanpassingen. Hengels binnendraaien. En weer opnieuw starten. Ja, zeker. Dat gaan we doen. Ik heb alle hengels binnengedraaid. Ik ga nu een complete fluwe carbon rig aan deze. Ik hou de boilies hetzelfde, want ik weet dat ze dit ja, waarderen vandaag. Alle boilies heb ik geel gemaakt, allemaal waftertjes. En over het voer heb ik een heel mooi smeerconvectie gemaakt. Met pellets, hennep, mais, drie kleuren boilies. Daarover later meer. Vandaag is de kleur geel. En morgen gaan we weer een andere kleur mee verder. De fluwe carbon rig gaat op de hengel die het beste loopt. Op de andere hengel waar de Ronnie op lag, heb ik een wafterrigje op gemaakt. En op de hengel waar ik nog niks op heb gevangen, daar zat mijn favoriete Hinstifrig op. Maar helaas bracht het nog niks op. Dus daar heb ik eigenlijk de beste onderlijn van de beste stek naar verplaatst. Zodat ik eigenlijk ja, ga kijken of het dan echt aan die rig legt of dat het aan de stek legt. En ja, er zit nu maar één ding op. Drie hengels opnieuw uitvaren en hopelijk ja, worden we een stapje wijzer deze dag.
Zo Bas. Ze kunnen ons echt geen rust. Nee, welke rig heb je eraan? Hetzelfde als vanochtend, combi. Combi rigje gewoon? Ja. Gewoon eigenlijk mijn favoriete rig waar ik altijd mee vis. Nou, de laatste op de combi rig. Ik ga nu mijn onderlijn verwisselen en dan gaan we even kijken wat de rest van de onderlijn gaan doen. Deze mag lekker zwemmen. Het is de meest rechter hengel die af is gegaan. Dat is toch wel typerend. Daar lag eerst dus de Ronnie rig op en nu legt er een wafter. En nou, we zijn nu een uurtje verder denk ik nadat ik mijn hengels heb uitgevaren. En alleen ik word geteisterd door meerkoeten en meeuwen wat er op mijn stek duikt. Maar uiteindelijk blijkt het dus niks uit te maken. Ik heb het gewoon lekker laten leggen. En nou, een knijterharde fluiter. Dus, maar wat wel typerend is dat die Ronnie's het hier toch niet willen doen op de een of andere manier. En ja, deze komt ook van mijn rechterhengel af. Niet van mijn linkerhengel af. Dat is de, nou, tot nog toe was dat de beste hengel die elke keer afging. Dus ja, we gaan kijken jongens. Elke keer komen we een stapje dichterbij. Nou jongens, dit is de strijder, nummertje 8. Zoiets denk ik, 7, 8. Ja. 7, 8 voor vandaag. Ja, weer een prachtig mooie visie. Nog steeds geen bak. Deze mag snel weer zwemmen. En dan op naar de volgende jongens. Ja. Ja. Dit is de eerste op de fluo-lijn. Op de fluo-lijn. Ja. Op de stif, denk ik. Ja. Eens kijken hoe die haak zit en of dit misschien een iets groter exemplaar is. Zou mooi wezen, toch? Ja, het is je gegund, jongen. Je hebt er zo hard voor gewerkt. Nou jongens, helaas. Ook dit hoort bij het vissen. De vis is gelost. Bas mag in ieder geval geen onderlijnen meer maken, dat weet ik wel. Ja. Nou ja, ook dit, ja, dit hoort erbij, jongens. Het kan gebeuren. De haak is in ieder geval nog scherp. Ja, dat is wel bijzonder. Het is de eerste losser in al die... Het is de eerste keer dat we die onderlijn er neerleggen. En dat is de eerste losser, dus... Ja, op deze onderlijn. Die op die fluo, compleet fluo onderlijn. Dus we gaan hem toch nog een keer terugleggen. Ja, en dan even kijken wat het doet. Ja. Ja. Kom op. Kom op. Ik denk dat deze zo klein is dat hij niet sterk genoeg is. En Bas? Plausibel. Ik zal het omschrijven als plausibel. Gewoon plausibel. Nee, ik weet het niet wat het is. Hier dan. Het was dus net ook al zo, hè? Ja, precies hetzelfde, ja. Ook een hele rare aanbeet ook. Ik heb weer het idee dat het helemaal niks aan is. Nou, de eerste op de fluo-rig, jongens. Ik ben echt benieuwd hoe die gehaakt is. Nou, de vis van Bas die zit net in het net en de volgende hengel die gaat er dan weer vandoor. Alleen, ik heb die een beetje vast zit nu, dus ik moet er eigenlijk met de boot even naartoe. Ik zal die andere eventjes laten gaan en dan zal ik bij jou net in de boot. Nou, daar is hij dan, de vangst van zojuist. Een Ronnie de Rietkruiper, zoals Bas die ze noemt. Ik neem de term gewoon over, jongens. Ja. Ja, weet je, ze zijn niet groot, maar het is leuk om zo eventjes je tactiek en je onderlijnen te testen. Deze kwam ook weer op een wafter.
op een helikoptermontage deze keer. Ja. Dus hij is erg sportief, dus hij gaat zo weer zwemmen, maar zie dat? Dat is één oog. Ja. Ja. Val me nu pas op. Ja, echt zo. Ja. Dit is een speciale, heb jij ervan. Een speciale. Nou. Ja, deze gaat er lekker zwemmen, jongens. Ja, bakken maar. Davy, goed zo. Nou jongens, hoe gaat het? Hebben jullie dit wel eens geprobeerd? Ik niet. Ik pak even de netten. Ja, doe dat. Wat grappig is, deze engel heeft de hele dag niks gedaan. Ik heb wel de onderlijn verwisseld, maar alsnog eigenlijk geen actie op de stek. Ondanks dat er nu een waf eraan zit in plaats van een Ronnie. En de meerkoeten beginnen te duiken op deze stek. En nou, deze staat te drillen en hij knalt er vandoor. Dus dat is ook alweer een bijzondere... Ja, opmerking eigenlijk. Want hij ging echt hard, hè? Ja, ineens, uit het niks. Gewoon boom. En vanmiddag hadden we dat ook op die andere twee hengels. We waren op twee hengels koeten aan het duiken en we krijgen een dubbelrun. We pakken allebei een hengel en tegelijkertijd, bijna tegelijkertijd, lossen we hem ook allebei. Dus weer op de fluo hebben we nu twee vissen gelost en eentje gevangen. Ja. En op de wafterrigs, op deze rig eigenlijk, die ik er nu aan heb, hebben we nog nul vissen gelost. Ja. Gewoon eigenlijk een hele basisrig, maar is toch wel bijzonder dat het... Ik weet niet hoe de rest van de week gaat verlopen, maar het is eigenlijk wel een heel leuk experiment om het op deze manier te doen. En ik ga die vloeikoponderrig nog wel een kans geven, morgen gaat hij er weer aan. Ik ga mijn engels nu niet meer uitvaren. Ik zal meteen even een emmer voer maken. En dan morgenochtend weer vroeg het wekkertje. Ja. Maar eerst deze verpin halen, denk ik. Ja. Ik loop alweer op de zaken vooruit, hè. Ja. Zo jongens, nou, mooi. Daar zijn ze. Ja. De laatste twee van vandaag. We hebben besloten om de rest van de hengels binnen te gaan draaien ook. Ja. Er gaat weer een goed portie voer op. We zijn vandaag toch wel een stuk wijzer geworden. Het is toch wel eigenlijk wel een leuke manier ook van vis om gewoon te leren en een beetje te analyseren van wat we eigenlijk allemaal aan het doen zijn. In plaats van zomaar een kleurtje eraan te binden, van je denkt, nou, dit vloeit op in mijn Ronnie's vangen altijd. Ja. Maar tot nog toe hebben de Ronnie's ons nog in de steek gelaten. Ja, die hebben eigenlijk niks gedaan, nee. Nee. Morgen gaan we zeker weer mee verder. Ja, we gaan het toch proberen. Ik ga ermee door met wit. Ik ga alles wit doen. Vandaag heb ik alles op geel gedaan. Ja, dus op rood. Ja. Ja. Dus we gaan dat, dat aspect gaan we ook proberen te tackelen. Ja. Om te kijken of het daaraan ligt. En ja, voor nu voer erop. Rechts klaarmaken. En dan zit hij weer op dag 1. Ja. Heerlijk. Ze mogen weer zwemmen, jongens. Yes. Lekker dat zie. Ik voel me alsof ik al hier een week ben. Ja. Zo vies echt hoor. Ja, ik ook. Helemaal onder het lijn. Een hele goede morgen jongens. Na een heerlijke nacht perfect geslapen te hebben, zijn we weer super fit. Net even een bakje koffie gedaan. Het is nu allemaal erbij 7:30. 7:00 komt de zon op. En ik ken hem vanuit de bifi, zitten we mooi te kijken naar het water toe. We zagen al goed wat vissen rollen op de stek. En de meerkoeten weer duiken. En daardoor hebben we met de verrekijker net even gekeken. En die doken geen voer meer op. We gaan vandaag alles met wit vissen. Ik heb er eentje op een snowmanje leggen. Eentje op een Ronnie. En eentje op de fluwekarbonrig. En alle hengels gaan nu naast elkaar op dezelfde stek. Dus eentje voor de marker, eentje links, eentje rechts. En ja, op die manier wil ik een nog duidelijker beeld krijgen in plaats van dat één hengel eigenlijk op een andere stek legt. En ja, toch ben ik heel erg benieuwd wat die Ronnie nu gaat doen. Die ga ik op de best lopende stek leggen. Dus ja, we gaan kijken of we weer een verschil merken en of we weer een stapje verder kunnen komen. En aan het eind van de video een mooie conclusie hebben over onderlijnen, rigs, aas, kleuren en
Ik denk dat er maar één ding op zit, jongens. De hengels moeten erin en dan tot de eerste run. Goedemorgen jongens. Nou, en op. Een dubbel run op de camera vastgelegd. Als het goed is. eentje op de fluorig en eentje op de Ronnie. Op de Ronnie? Op de Ronnie. Dat is onze eerste vis op de Ronnie. Kijk eraan. Wat een wonderrig is dit. Nee, meen je dit? Nou, pak hem maar, Bas. Ja, ik blijf wel hangen. Godverdomme. Nou, het is wel weer content, jongens. Nou, poging 2. Poging 2, inderdaad. En dit is een plaatje van een vis, jongens. Ja. Ik had hem op de Ronnie, de eerste vis op de Ronnie. Ja, en ik had hem op de stiftrig. Dus na gisteren twee vissen te verspeeld te hebben op die rig, is hij nu binnen. Eindelijk, we hebben nu vier vissen, al mijn hengels leggen eruit. En we hebben ze op vier verschillende onderlijnen gevangen. Ja, dat is wel het mooiste inderdaad. Dus welke onderlijn werkt nu het beste, jongens? We weten het niet, ze werken allemaal. Je had hem op die andere vis op een KD. KD-rig, ja, met een laftig, ja. Jongens, ze gaan helemaal los. We gaan deze snel weer terugzetten. Ja. En dan gaan we een paar mooie schubjes. Nou, die is al bijna terug. Dan gaan we een paar mooie schubjes bijpakken, jongens. Ja. Heerlijk. Mooi. Kijk eens aan, jongens. Twee prachtige schubjes. Ja, heerlijk. Dit is toch wel heel lekker, hoor. Ja, mooi. Twee shots, twee keer twee vissen. Twee spiegels, nou twee schubjes. Ja. Ja, je merkt wel dat de schubs echt een stuk sterker zijn hier ook. Ja, echt. Het was wel een hele mooie drill ook. Ja. Ja, zeker weten. Ja, wat een chaos ochtend weer. Ja. Het gaat er helemaal nergens over. Dit is genieten, Bas. Ik gier van de honger. Ik ook. En ik heb trek in koffie. Ga deze lekker terugzetten. Ga ik eerst even eten. Dan ga ik die Engels uitvaren. En dan gaan we de Engels doen. Ja. Heerlijk, jongens. Heerlijk, mooi. Top. Wat een sessie. Juist. Wat een chaos, jongens. Er ligt wel geteld nog één hengel in nu van de zes. Ik ga gauw die vis eventjes in veiligheid brengen. Ja, doe dat maar even, want dan ga ik deze even binnen hengelen. Lijkt wel een sterke vis, of niet? Marathon. Ja, dit is wel... Oh, zag je hem? Hij ging over de marker heen. Brillen 3.0. Dit is heerlijk. Ik vind dit echt mooi, jongens. Ja. Heerlijk. Hier geniet ik van. En of ze dan groot zijn of klein, je hebt een bezigheid. Ja, dat zeker. Nou, ANB 5, vis 5 en rig 5. Hier is hij, tevens weer een schub. Deze mag direct weer gaan zwemmen en dan gaan we eerst even eten. En dan gaan we 5 hengels opnieuw doen. Yes. Er ligt nog een 6e in, die kan nog aflopen. Dus, draai maar binnen. Draai maar binnen. Genoeg geweest voor vandaag, jongens. Deze mag lekker zwemmen. Heerlijk. Oh,
Hoppa! 2 seconden droog. Ja, het is net droog gelukkig. Het was net wel een ander verhaal. In de regen stond ik mooi te drillen. Maar ja, je moet er alles voor over hebben natuurlijk. Ik kon net mijn wapenpak aan uitdoen. En hij gaat er als een malle vandoor. Ja, we wouden net even een praatje gaan, gaan houden. We hebben best wel een hectische dag weer gehad. Ja, het is run nummer 12, 13. 12 of 13? Ja, zoiets. Ik ben de tel kwijt. Maar ja, het gaat lekker zo, toch? Zeker weten. En als je dan kijkt hoe lang we in liggen, we liggen eigenlijk meer niet in als wel. Ja, dat... Dat is echt bizar. Met onweer in de boot ingaan is niet verstandig meestal. Nee, dat is niet verstandig inderdaad. Nee. Maar goed. We gaan eerst even deze zorgvuldig naar binnen loodsen. Nou, daar is hij dan. De trofee van zojuist. Mooie onvervalste schub weer. Valt me op dat er toch best wel veel schubs hier zitten. Op het snowmannetje? Op het snowmannetje inderdaad. Ja, inderdaad. Ik denk ik doe er een keer een snowman aan. En ja, ik denk dat we bijna alle vissen wel op een andere onderlijn hebben gevangen. Alle resultaten nu wel inderdaad. Ja. Ja, dat klopt. Heerlijk. Ja, mooi toch? Laat hem maar gaan. Ja. Hij is weg. You got me falling. You got me falling. What? Don't touch my trekker sling. Jij ziet hem niet. Daar zit hij. Kijk. Waar? Hij zit er precies daar. Als je nu die sling op wil. Ja, zit, ja, als je kijkt nu over die mat heen dan. Kijk over die mat heen. Oh, daar. Nou, kijk eens jongens. Wat een prachtige spiegel. Na een twintigtal wat kleinere vissen gevangen te hebben. Ja, kreeg ik een run in de volle regen. Ik was er eigenlijk niet zo blij mee. Het was eigenlijk vloek en tieren toen ik naar mijn hengel toe liep. Toen ik de vis aan de oppervlakte zag verschijnen, toen, ja, toen was ik toch wel blij. Ik neem dat hij een kilootje of, ja, wat zal er zijn, ik weet het echt niet. Ik denk 14, 13, 15, ik heb geen flauw idee. Maakt ook helemaal niet uit. Hij is in ieder geval de grootste van het stel nu. En gevangen op de, op de Ronnie. Good op de Ronnie met de Ronnie. Wachter. Yes. Heeft ons deze sessie een beetje in de steek gelaten? Ja, maar toch, toch begint hij te lopen nu. En je ziet ook wel dat alle stekken eigenlijk wel vis opleveren. En de onderlijn, ja, het maakt eigenlijk niet uit. Alle onderlijnen die werken wel. Hashtag dus... Signet Terminal Tackle. Ja, we gaan eventjes een paar mooie platen schieten van deze vis. En dan mag hij weer lekker gaan zwemmen. En dan gaan we dadelijk... ja, ik heb nog maar 2 hengels in liggen, Bas nog 3. Ik ga ze niet meer uitvaren, want het is al bijna donker. En dan ja, zien we jullie waarschijnlijk morgen weer, jongens. Oeh. Ja, Bas. Wat een dag, jongens. Ja. We hebben nou ja, net een prachtige mooie vis van Dave nog op de video gezet. Ja. En ja, daarmee gaan we vandaag ook afsluiten. Vandaag was een hele bijzondere dag. Het ging echt met vlagen. Met vlagen. Vanmiddag lagen er 5 hengels uit, vanmorgen lagen er 6 hengels uit. Ja, ja. En ja, in de tussentijd ook heel veel regen gehad, onweer gehad. En ja, klein tipje, ga niet met onweer je lijn uitvaren. Nee. Zo belangrijk is die vis niet, jongens. Wacht gewoon even rustig af. En nou, daarna lopen ze gelijk weer af. Ja. Heel lang liggen in, een uur. Ja, nee, niet eens denk ik. Nee. Niet eens. Maar met onderlijn is het een beetje lastig om te zeggen. Gisteren hadden we toch best wel door dat die fluocarbonrig eigenlijk wat vissen loste. Ja, dat de Ronnie het eigenlijk niet echt deed. Nee. Vandaag hebben we doorgezet en ik ben met wit gaan vissen in plaats van met geel. Wel met de Ronnie en ook met die fluocarbonrig. Ja. Niks aan de hand. Nee, klopt. Ja, alle runs, allemaal gevangen, goed gehaakt. Ja. Dus ja, zeg het maar. Ik denk dat het wel een beetje aan dit water ligt. Ja, dat de voedselmeid hier zo hoog is, dat ze uiteindelijk
uiteindelijk pakken ze het toch wel. Ik denk dat het daar is inderdaad. Ja. Er zit zoveel vis, dus ze moeten zo hun best doen om te kunnen eten. Dat ze echt gewoon zeker weten. Ja, als gekken op de aas duiken. En ja, ja. Ik ga zo meteen ook de hengels binnendraaien. En, of binnen ik hoop gewoon binnen drillen eigenlijk. Ja. En dan... ik weet niet wat er aan zit, maar het is wel een beetje... Kom op! Onderbreekt ons verhaal. Ja. Of runnen, of even doen we niks. Maar goed jongens, ik ga weer een MFO maken. Volg het er weer op. Ja. Morgen weer een nieuwe dag. En hopen dat het nu even verkeerd afloopt. Ze leggen nog in, dus ik laat ze nog even een uurtje anderhalf leggen. Ja. En dan ga ik die eerst eens even binnenhalen. Kijken wat er aan zit. Inderdaad, ik ga meekijken. Hoppakee, 20 mm pop-up in het meldje. Ik vind het wel een heel grappig visje, denk ik. Een mooi klein bol bommetje. Doe me een beetje denken aan Davy. Het is wel vaker gebleken deze sessie dat als er eentje afloopt, dan loopt de rest eigenlijk niet veel later, hè? Dit gaat helemaal nergens over. Dit gaat echt helemaal nergens over. Zo snel achter elkaar. Ja. En ze leggen ook echt op een rijtje. Ja. Dat hebben we juist voor het experiment gedaan. Om ze lekker strak tegen elkaar aan te leggen. Zodat je zeker weet dat het niet aan de stek ligt. Zeg maar. Ja, ja jongens. Dit is hij dan. De laatste van vandaag. Ik wil eigenlijk net mijn hengels binnen gaan draaien om te gaan voeren en deze vertrok, ja, deze gaf nog een hele mooie fluiter. Ook weer van de Markenstek. En kijk eens jongens. Bijna 15 kilo. Dus, ja, een slagje groter dan de spiegel van zojuist, maar als ze zo op deze manier steeds groter gaan worden, dan heb ik er wel vertrouwen in, Bas. Morgen de grande finale. Ja, dan gaan we voor die topschub. Zeker weten. Deze gaat lekker zwemmen jongens en dan gaan wij eten. Het is 9:30. Ja, we hebben ze juist al gevoerd, dus de stekken die zijn alweer klaar voor morgen. Gaan we eten, zullen we ons bedje opzoeken. En dan morgen weer vissen jongens. Tot morgenochtend jongens. Yes. Een hele goede morgen jongens. Nou, we hebben de onderlijntjes weer vers beaast. 24 mm per place heb ik eraan. En nou, we horen de vis alweer springen. We hebben net een bakje koffie gedaan en we zien één grote dolfijnenshow. Dus ik verwacht dat het niet heel gek lang moet duren. De tactiek is nu met donkere boilies. Nou, klingen SP aan, gewoon een combilintje. Andere hengel ook heb ik op een black squid. Dumbeltje, geen pop-ups eraan, geen poespas. En één hengel, mijn favoriete Hinst stifrig aan. Ik heb er heel veel vis al gevangen mee in het verleden. Ik heb er hier nog niks mee gevangen. Hetzelfde als de Ronnie eigenlijk. Ik zou hem normaal eigenlijk ook niet vissen op een kale grindplaat waar ik nu op leg te vissen. Maar ja, voor het experiment wil ik toch even testen van of ik er een vis überhaupt mee kan vangen. Gisteren zagen we ook dat eigenlijk alle hengels binnen afzienbare tijd heel snel afliepen. Dus daar zit nu maar weer één ding op jongens. Lekker koud de boot inspringen en hopelijk weer een paar mooie vissen vangen deze laatste dag. En weer onder het eten, Bas. Hebben die kip. Kijk, jongens, nou is het toch weer een kwestie van mijn vertrouwde instiftrichie. Lastig onderlijntje om te knopen. Ik knoop hem zelf zonder wortels en andere toestanden erop. Nou, maar buiten adem van het hakken. Dat ging maar hard. Maar ik ben wel weer blij dat deze als eerste gaat, jongens. Veel meer koet ook op die andere hengels, dus dat zou een oorzaak kunnen zijn. Nu ben ik wel een beetje problemen aan het zoeken, want gisteren gingen er 3 hengels tegelijkertijd af, terwijl er 12 meerkoeten recht op stek zaten te duiken. Dus hij cruist nu lekker naar links toe, volle bak richting Davy's lijn. Dat is iets minder, maar gaan we kijken wat eraan zit, jongens. Eerste van de dag. We waren net het ontbijtje aan het maken en op de Hinst stifrig. Een vertrouwde richtje laat me gelukkig niet in de steek. Dus dat is een heerlijk begin jongens. Gisteren hebben we ontbijtje
naar binnen werken. En dan op naar de volgende. Hopelijk krijgen we tijd om het ontbijtje ook op te eten. En dan gaan we er even uitvaren. Ja, toch een heerlijk mooi beginnetje van de dag, jongens. Nummer 2 van de dag. Mag gelijk weer van zijn vrijheid genieten. Ga ik mijn broodje verder opeten, goed? Bye bye. Nee, mooi man. Bas nu inmiddels 2 vissen deze ochtend. Normaal gesproken is het zo dat eerst Bas zijn hengels alle 3 aflopen. En daarna... en dan jouw rechter, ja. En dan mijn hengels, maar nu... Nu zijn er maar 2 op Bassen hengels en nu loopt mijn rechter weer af. Maar dus... ik heb precies 1 hapje van mijn broodje kunnen nemen, ja. In tussentijd. Dus... Ja. Ja, etenstijd jongens, hè. Niet alleen wij moeten eten. Ja. Die vissen ook natuurlijk. Mooi door, zie je. Ja. Ook bij mij begint het nu te lopen. Snoeiharde fluiter. Ik heb het idee dat hij een beetje ergens achter zit of zo. Ik voel hem. Het is gewoon een dikke. Wat ben je? Jij bent een dikke. Het wordt wel eens tijd voor een bak. Zit je hengel even in je buik? Ik probeer mijn buik al in te houden. Ik ben al aan het filmen op je. Eerlijk Bas, ik verdien het wel toch om een bak te vangen nu. Nou, je hebt al 2 grote, ik heb alleen maar knollen. Ja. Jij zit ook bekend om de knollen tikken, toch? Hier ga ik niet op in. Ik verlaag me niet naar dit niveau, Davy. Echt niet. Goed zo. Heel verstandig. En weer tijdens het... Eten. Eten. Ja, een knakworstie minder, dat, hè? Dat is niet erg voor jou, hoor. Nou mensen, daar is hij dan, de krachtpatser van zojuist. Gevangen links van de marker. Vanmorgen 3 hengels rechts van de marker afgelopen. Deze bleef best wel lang stil, want hij ligt al een paar uurtjes in. Ik had hem eigenlijk niet meer verwacht. Uiteindelijk toch een heel harde fluiter geproduceerd. Gevangen op wederom de combi-rig, met deze keer de Klinga BP haak. Eigenlijk een haak die ik nooit gebruik. Ik gebruik meestal de SP, straight point. Ik denk, laat ik eens een keer voor een klauwhaak gaan, de BP. En ja, hij zat knijter vast en ja, hij was ook met geen mogelijkheid meer losgekomen als er iets was gebeurd. Dus ja, wat mij betreft een super haakje die ik misschien wel op deze manier vaker zal gaan inzetten. Ik ga een nieuwe onderlijn knopen en de hengel gaat weer terug. En dan hopelijk nog een paar van deze mooie vissen mogen vangen. Yes boys, nou we hebben deze video alleen maar over rigs, rigs en nog eens rigs. En nu zijn we toch wel een stukje verder gekomen. Dit is de rig waar ik 80% van de tijd mee vis. In combinatie met de hinst. Hinstdifrig, die zet ik in op plekken waar veel wier is of zachte bodem is. In combinatie met een helikoptersysteem, zodat ik weet dat die altijd perfect op de bodem ligt. En ja, het is gewoon een hele goede, efficiënte, inhakende rig. En je kan hem op... ja, alle soorten bodem bevissen. Maar deze rig, ja, ik los hier nooit vissen op. Met een wide gape, nou, dat is ook een haak die er bekend om staat, dat hij een goede inhaking heeft. Wat het fijne van deze onderlijn ook is, is dat je de haak kan verwisselen. Dit omdat het laatste stuk van de rig is gemaakt, ja, een loop eigenlijk. En daaraan zit de fluwelijke bon geknoopt. Het enige wat je hoeft te doen is je big eye bait swivel over de haak heen terug te halen. Haal je er even af, schuif je een nieuwe haak erop, ringetje weer terug en je bent klaar om te gaan. Het voordeel van deze rig is dus dat hij alle kanten op kan. Hij maakt niet uit van welke kant die vissen benadert. En die is ook heel mooi soepel. Nou jongens, dat is de onderlijn. Er liggen nu 2 hengels op de kant. Ik ga hem snel weer uitvaren en dan gaan er 2 op deze jongens. En dan hopen we dat we nog de sessie kunnen afsluiten met een prachtige bak. Dus ja, let's go boys.
Nou jongens, nou altijd een beetje sceptisch te zijn geweest over de onderlijnen die Bas gebruikt, dacht ik van, laat ik hem toch eens een keer gaan proberen. We krijgen toch genoeg runs. Ik zag dat Bas ja, ook wel... Daar sta je weer. Het is eigenlijk wel grappig. Mijn hengels, we hadden net die onderlijnen video opgenomen, dus ik had mijn hengels niet uitgevaren. En eigenlijk is het een tijdje rust gegeven. En gelijk alle hengels daarna weer uitgevaren. En Davy eigenlijk ook. En daarna heb ik geen piep meer gehad. Nu was het toch al wel ruim 2 uur stil. Nou, dan moet je toch wel ongeduldig worden hier, al, jongens. Ja. Maar gelukkig hangt hij er weer aan. Dus, 13 in een dozijn. Ik weet niet hoeveel we er al hebben van dit slag, maar de tactiek werkt in ieder geval wel zeker goed. Ik heb het voer ook de hele sessie hetzelfde gehouden, daar heb ik niks aan veranderd. Alleen de rigs veranderd. En deze komen op een 25 mm purple haze. Dus ja, groot vissen is niet altijd even selectief, jongens. Dus deze mag wel lekker gaan en dan gaan we het gewoon nog een keer proberen. Hallo. Zoals ik zojuist dus vertelde, voordat ik onderbroken werd door een run van Bas en Hengel. Deze zat dus ook om een tak heen. Ik ben er dus met de boot naartoe gegaan. Gelukkig heb ik hem nog los kunnen krijgen. En het mooie van dit alles is dat ik voor de eerste keer de rig heb gebruikt die Bas zojuist eigenlijk heeft laten zien. Ik was er altijd een beetje sceptisch over. Ik denk ik geef hem toch een kans, want we krijgen genoeg runs, dus ja, waarom niet? En ondanks dat hij om de tak heen zat, zat hij muur en muur vast, dus ja... Ik denk dat ik deze vaker ga gebruiken. Bedankt Bas. Ja, zeker weten. Het is ook een plaatje van een vis, man. Ja, mooie schub. Mooi toch? Ja, zeker. Ja, daar hoort het uiteindelijk voor, jongens. Ja, er moet nog meer op de mat komen natuurlijk. Hoppa. Hebben die kip. Wat is een gentleman? Look at the carp on the other side of the line. Maybe it's a biggie, maybe it's a small one. I think it's a small one, because we only caught fucking small common carps. But I caught it on a blue pop-up. You know what it means? I'm blue, a bit the Africa. Ik denk dat je flavor op je lijnen hebt zitten. Zo? Al die vissen die zwemmen erin, jongen. Trek die vissen allemaal aan. Echt, er gaat er geen eentje naar rechts toe. Ja, kan gisteren niet, eentje. Jij kan gewoon niet zo heel goed drillen, Bassie. Ja. Zo jongens, nou, dat was er weer eentje. 14 in het dozijn. Wel op een blauw pup-upje dit keer. Dus het is toch leuk dat die ook afgelopen is. Alle hengels zijn weer afgelopen. Leg er nou nog 2 in. En worden mijn laatste 2 hengels ook. Ik ga lekker beginnen aan het eten. Hopen dat de karpers ook nog een beetje gaan lekker gaan eten. Hoppa, kan die? Zo jongens, nou dat was echt mega hectisch. 3 aanbeten in een paar minuten eigenlijk. Ja, een paar minuten inderdaad. Ik stond naast mijn hengel en ik was mijn pieper vergeten aan te zetten. En toen zag ik dat mijn lijn helemaal strak stond. Nou, hengeltje gepakt. En eigenlijk met dat krijgt Davy een volle fluiter. Ja. En we hebben 2 vissen in het net. En we kijken elkaar aan en we horen denk ik... Omdat die vis van Davy ging door zijn lijn heen. Had hij zijn hengel even van zijn steun afgehaald. Dus dat was nummertje 3. Die hebben we net teruggezet. Ja. En nou, dit betekent ook dat al mijn hengels eruit zijn. Die andere 2 vissen heb ik ook gevangen. Die heb ik net weer teruggezet. Ja. Maar de kleintjes, wederom. Jongens, ik denk dat we de video hier lekker bij gaan laten. Hey, het is nu 7 uur. En ja, lekker spulletjes opruimen, jongens. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En de volgende keer gaan we toch weer lekker openbaar. Frank City Trip zit er nog aan te komen. Dus komt er genoeg aan. Zeker weten, jongens. Tot de volgende. Bedankt.